Jack Honsbeek, 2018. 5 gespeeld, 15 punten. Wat is dan de hand van Jack Honsbeek? Nou, de hand van Honsbeek. Ja, misschien ook wel een dosis geluk. Dat komt er ook bij kijken. Nou, dat zullen de beelden, zeker vanuit de tweede helft, misschien wel gaan uitwijzen. Maar ja, wat is de hand? Ik denk dat we het met z'n allen gewoon fantastisch doen. En, elke wedstrijd is er één en wij pakken nu de punten. En wij maken nu een hele goede sprong naar de sub. En ja, naar onderen maken we een heel groot gat. En dat is het meest belangrijke. Daar hoef je toch niet meer naar te kijken? Nee, nou ja, nee is misschien een groot woord. Maar ja, aan de andere kant is het wel zo dat iedereen kan van iedereen winnen. En wij zijn nu op dit moment vaak aan de gelukkige hand. Maar ja, het is schijnbaar toch heel lastig om tegen ons te voetballen. En ja, ik denk dat een teamspirit heel veel kan doen. Waren jullie vandaag ook de gelukkigste? Nou ja, op basis van de eerste helft vind ik dat wij de wedstrijd eerder hadden moeten beslissen. In de tweede helft een heel ander verhaal. Zij gingen toch veel meer het tempo bepalen. Wij konden niet meer het omzetten. Wij zakten wat meer in. Konden ook niet meer het voetballend voor elkaar krijgen. Nou, dan zie je toch dat onze spelers toch de rugrechten niet zo heel snel in paniek raken. Maar ja, aan de andere kant, nou, dat zullen jullie ook hebben opgenomen. Als die 2-0 valt, dan moet ik het zien wat er dan gaat gebeuren. Ik denk dan niet dat wij zo in een paniekzone zouden bivakeren zoals het nu is geweest. Jullie hebben er echt wel voor gekozen om de pot dicht te gooien in de tweede helft, hè? Nou ja, als je op een gegeven moment ziet dat die 2-0 uitblijft, dan ga je ook een beetje voor zekerheid kiezen. En dan kan je ja, heel fanatiek langs de lijn gaan staan of ja, aanvallend gaan denken. Nou, wij hebben toch getracht om toch nog een aanvaller erin te brengen ten opzichte van de wissels van Lisse. Nou goed, dat pakte niet helemaal uit, vond ik zelf. Maar aan de andere kant denk ik ook dat, ja, dat mijn team het gewoon nogmaals uitstekend heeft gedaan. Toch terugkomend op jouw hand, want er zijn wel degelijk spelers binnen VVSB die zeggen dat jij een groot deel van het succes uitmaakt. Jij hebt ervoor gezorgd dat de neuzen dezelfde richting opstaan. Hoe heb je dat gedaan? Nou, in ieder geval goed met elkaar communiceren. En of dat nou de ene keer prettig is of niet zo prettig. We moeten daar wel eenzelfde idee bij hebben wat we willen. En ik denk dat dat wel een effect is wat de laatste weken op de groep is overgeslagen. Gevolg is dus 15 punten uit 5 wedstrijden in 2018. De koploper verliest, de achterstand is nog weliswaar groot, maar in deze vorm, wie houdt jullie dan tegen? Ja, dat vind ik heel optimistisch. Heel optimistisch. Elke wedstrijd is er één, dat weet ik ook wel. Maar ja, wij ook in het... volgende week hebben we Barendrecht en die week daarop hebben we Kozakken Boys. Dat zijn ook ploegen die... dat vind ik wel hele goede elftallen. En die kan je ook zomaar verliezen. Kijk, dit was een wedstrijd die... Lisse staat dicht bij ons. Nou, wij wilden hier proberen resultaten te halen. Nou, dat het dan lukt met wat kunst en vliegwerk in de tweede helft. Ja, dit zijn wel de lekkerste. Maar win je ze, dan ben je toch opeens een outsider. Ja, maar... Ik blijf ook realistisch. We weten waar we vandaan komen. Voor de winterstop gaf een heleboel mensen een wit zakdoekje en we konden opeens helemaal niks meer. Ja, en nu niet is... voor jou toch? Nee, maar daar gaat het ook niet om, weet je. Maar het zijn nog steeds dezelfde spelers en ze kunnen nog steeds allemaal voetballen. En dat er nu gepaard gaat met resultaat, dat is fijn voor die gasten, fijn voor de club. En wij moeten gewoon elke wedstrijd ons stinkende best doen. En, Waar dat dan eindigt, dat zien we dan wel.